Goed, en heeft altijd links gespeeld ook bij STBV. Goed gedraaid en goed gespeeld van Suzuki. En wat een ruimte. Kakatje gaat, maar krijgt de bal niet. Dat, met dit soort... Oh, hij trapt hem binnen. Ja, Christian Broels, wie had dat gedacht? Alle ruimte en een rare bal, een zwabber bal. Hij geeft het aan, Maurice. Maar normalerwijs zou je zeggen, die moet hij hebben. Maar het was zo onverwacht. Je denkt dat hij gaat pasen, voorzit. Rechts of links. Maar hij trapt hem binnen, Christian Broels. Ja, dat kan hij natuurlijk. Seizoen. Heeft hij al gedaan hier dit seizoen. Op die manier gescoord. En Maurice Frank moet denken... Maar eigenlijk moet hij hem hebben, maar hij valt mooi. Het is een beetje een vallende blokbal. Hij is een beetje naar links, hè. Hij is een beetje naar links. En de bal neemt wat curven naar de andere kant. Kijk. En, ja, zet een stapje. Hij raakt hem nog. Ja, hij gaat naar links. Hè. Kijk, dat stapje nu. En dan moet hij terug. Richie De Laat kan die gaan voorzetten. Makkelijk. Vakka, dat is niet slim. En hier Youssouf. Verstraten. Nainggolan. Moeilijke bal. Goed gecontroleerd. En Visser, die moet het afmaken. Vrij. Visser. Oh, flipperkast. Bij Antwerp. Nainggolan, die gaat trappen. Nainggolan, wat een goal van Raja Nainggolan. Hij trapt Antwerp op weergaloze wijze op voorsprong. En het moest natuurlijk hij zijn. Ja. Zijn eerste doelpunt in de competitie. Hier begon het al, hè, met eerst Visser, dan Vrij, dan terug Visser. Die bal wordt niet ontzet. Dan Antwerp in balbezit en dan Nainggolan komt goed naar binnen. Ja, en dat kan hij als hij dat weet. Pegel, wat een pegel. Ja, dit is geweldig gedaan van iemand. Iets kwaliteiten ver onze competitie bovenuit stijgen. 0,0 kans voor Van Hamel om hier nog iets mee te doen. Niet te stoppen. En Reda probeert hem wel nog. Dat is ook een goeie, hè? Ja, een goede doelman. Speciale stijl ook, maar wel goed. Raske, oprukkende lijfjes. Die kan nu meer meekomen uiteraard. En dan gaat hij strappen. Dat kan hij goed, Frank. Die wijkt af. Die wijkt af. En lijfjes mag zijn tweede goal van het seizoen. Staat 0-1. Uiteraard geen gejuich, want er zijn geen standaard supporters mee. En dit is van heel ver, maar heel veel ruimte. Dan denkt hij maar trappen. Het is op Verstraten. Ja. Die bal... En zo is Buté helemaal weerloos. Hè? Maar toch, het is wel van... Zeer ver. Het is ook, het is ook geen verschroeiend schot, hè? Nee, maar goed, het is afwijken en daardoor betekent geen kans meer hebben. Hier is Okumu die weer aan het kijken is naar wie hij de bal kan afspelen. Omdat hij zelf niet meteen in staat is om de actie te maken. De Saar heeft de ruimte om te schieten. Julien De Saar, de goal! De goal voor AA Gent. De derde keer van op afstand is de goede keer voor de Buffalo's. En het staat 1-0. Het is bijna... Minuut 29 die volgemaakt is. De Saar met zijn derde goal dit seizoen. In de... Selemani. Hoekschop voor KV Kortrijk. Balletje verlengd en dan is dat een uitstekende goal. Voor deze van den Dries. En dan staat het toch 0-2 tegen zijn ex-ploeg. Kevin van den Dries, de Fransman van 32. Geraakt door Hubert, de hoekschop. Oh, dit is uitstekend werk. Niemand aan de eerste paal. En dan heb je dit natuurlijk als die bal op deze manier wordt verlengd. Dan ben je als doelman absoluut kansloos. En is dit toch alweer een knappe goal van KV Kortrijk. Ook kan wegtrekken. Dat dat niet per se op de rug van Nainggolan moet belanden. Hier is de hoekschop intussen genomen. Benson niet. En dan een schot. Oh, wat een pegel. Wat een goal van de man die net... te horen kreeg van Nainggolan dat hij het wat rustiger aan moest doen. Maar dit schot, het is gewoon een wereldgoal. Sibiri Keita, de verrassende naam in de basis bij Eupen. Op slag van rust trapt hij de bal weergaloos en staalhard tegen de netten. De corner belandt voor zijn voet. En dan ik zou wel eens willen weten welke snelheid deze bal haalt. Maar Buté, die kan daar helemaal niks tegen beginnen. Een pegel, een raket van Keita. En dat is zijn eerste goal. Morioka, Zarouri, Morioka snijdt voorbij Agbadou en dan lanceert hij Nicholson en de goal. Oh, scoren aan 100%. Drie kansen voor Charleroi in deze eerste helft en het staat 0-3. Tweede goal van Shamar Nicholson, maar hij legt hem wel knap in de kruising. Geduldige aanval, Morioka met de versnelling en dan verkeerd uitstappen, waardoor die bal
hier bij Nicholson komt.